allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik had dus vorige maand besloten om vlogtober te gaan doen. Wat dat betekent dat je dus elke dag vlogt in oktober en ook elke dag upload. Maar we hebben al een paar dagen gemist. Het is namelijk vandaag 5 oktober. Nou, het focust niet zo heel goed, maar het is 5 oktober. Dat betekent dat ik dus al 4 dagen heb misgelopen. Ik heb gisteren wel gevlogd en die ga ik zo ook gelijk uploaden. Vandaag nu dus ook, maar het is al gewoon einde van de middag zoals je het kan zien. Het is al 4:30. Oh, 4:30. Dat is niet normaal. Dus ja, helaas. Ik ben er net eventjes weg geweest. Even een paar boodschapjes en alles gehaald. En ik ben wat dingen aan opnieuw aan het indelen. Als je de vlog van gisteren hebt kunnen zien, dan heb je kunnen zien dat ik er 2 nieuwe kaviaatjes bij heb. Genaamd Caro en Flo. Het is moeder en dochter. Daar hebben we Caro zitten. En Flo is verstopt. Oh, die zit daar in het hoekje. Die zit daar helemaal achterin. Caro is 5 maanden oud. En Flo 4 maanden. Want de moeder was 4 weken toen ze zwanger was. Dat is natuurlijk niet goed. Maar ja. It happened. En ik vond het zielig om moeder en dochter uit elkaar te halen. Zeker met zo'n trauma, om het zo te zeggen. Want het is natuurlijk niet gezond als je 4 maanden oud bent en dan al een kind krijgt. Voor dieren dan. Dus ja, ik moest ze wel, nou moest niet, maar ja, ze konden gewoon niet uit elkaar. En dat vond ik gewoon super zielig als we dat wel deden. Dus vandaar dat we ze gewoon beide hebben genomen. Maar goed, hier staat dus het kamerhok en alle spulletjes staan. Ik ben een beetje aan het opruimen. Ik heb zojuist wat LED pushlights gehaald voor in het hoek, want dit ligt, hij staat nu op de zwakste stand, maar dat is nog best wel fel, ook voor 's avonds. Dus ik heb 2 van deze gehaald, dat ik er daar eventjes een paar van ophang in het hok, zodat er wel wat licht is nog 's avonds, maar niet heel fel. En ik heb allemaal shirtjes gehaald met lange mouwen en 1 met korte. Daar kom ik net achter toen ik hem thuis had gehaald, maar goed, maakt niet uit. Lief doen, Milo. Ach, mannetjes. Oh, oh. Maar goed. Voor mijn werk dus. Want het wordt nu kouder buiten. En ik zit er niet op te wachten om met een topje over straat te gaan en een jas. Ik heb trouwens ook een jas gekocht daarnet. Zo'n spijkerjack met van dat bont erin. Dat witte bont. Ik heb hem in het zwart gekocht. Superleuk. Hij zit ook echt super lekker. Ik heb hem net al aangehad. Dus ik ben helemaal happy. Maar ik ga me trouwens zo ook lekker omkleden. Want waarom zou ik in een spijkerbroek en alles gaan blijven zitten? Als ik me ook lekker kan omkleden in mijn nieuwe pyjama setje. Want ook dat heb ik gehaald. Ik heb een Looney Tunes was het volgens mij. Ja. En ik heb deze schoenen trouwens gisteren nieuw gehaald. BK's. Super leuk. Loop super lekker. En hoef ik mijn witte schoenen niet meer aan het werk. Kijk. Ik heb een pyjama setje van Looney Tunes gehaald. Dus ik denk dat ik die zo ook lekker ga aandoen. En dan lekker dit korte broekje. Of ik hou het korte broekje gewoon voor vanavond. En doe nu even lekker jongensbroek aan. Maar ik moet ook nog even opruimen. En ik moet de vlog nog editen van die vandaag eigenlijk online moet. Ik hoop dat ik dat nog ga redden. Dus het was even een dingetje. Maar ik ga nu even vloggen. Of vloggen. Editen. Ik ben nu aan het vloggen. Helemaal gedoe jongens. Echt. Maar goed. Ik ga dat zo meteen doen. Ik ga even de video bewerken. Even koffie zetten. Want ik heb wel trek in koffie. Ik wil deze 2 mokken naar beneden brengen. En daar ben ik helemaal blij. En ik heb trouwens een super cute bedeltje gehad. Dit is een meisje. Hoe cute is dit? Dit is met mijn geboortesteen. Ik vind hem zo leuk. Ik vraag me alleen af hoe lang deze pootjes en armpjes heel blijven. Dat is natuurlijk best wel kwetsbaar. Maar ik vind het wel heel mooi. Heel schattig. Maar goed. Bekers naar beneden. Video bewerken. Koffie zetten. En daarna gaan we weer verder. Goed, ik heb echt heerlijk avond gegeten. Het was echt lekker. Lekker gekruide kip, gepaneerde kip met stokbroodje. En ik heb er jalapeno's op gedaan. Ik vind het heerlijk om een beetje heet te eten. Dat merk ik nu ook aan mijn stem. Maar dat vond ik echt heerlijk. Het was echt heel lekker. En nu, ik had gisteren ijs gekocht, Ben & Jerry ijs. Dat doe ik nog over. Ik ben namelijk de Ben & Jerry Baked in Alaska ijs aan het proberen. Dus vanille ijs met marshmallow swirl en witte chocolade peertjes zitten erin. Super lekker.
Dus hier ga ik lekker eten en ondertussen lekker even YouTube kijken. Want daar heb ik wel zin in. We gaan eens wat leuks opzetten. Oké, goed. Inmiddels heb ik wat TikToks opgenomen. En ben ik lekker YouTube gaan kijken. Heb ik ijs gegeten. Heb ik mijn spullen klaargelegd voor morgen trouwens. Ik heb morgen gewoon shirts met lange mouwen aan, mijn jasje. En ik had eerst een blauwe broek gepakt. Maar misschien dat ik morgen toch een zwarte broek aan doe. Mijn lip is verstopt hier. Ik vind het altijd zo lelijk. Maar goed. Ik heb heet water gekookt trouwens. En een theezakje. Want dan kan ik lekker een kopje thee. En trouwens, de kaafjes zijn lekker aan het racen. Maar goed, ik neem toch een zwarte broek aan doen morgen. Dat vind ik toch iets leuker. Dus dat gaan we dan maar even doen. Toch. Maar ik denk, ik twijfel een beetje. Aan de ene kant doe ik zwart. Maar aan de andere kant denk ik ook van, ik weet het niet echt eigenlijk. Ik heb nog de hik ook. Ook dus nog. Dus nee, ik weet niet echt wat ik morgen wil. Aan de ene kant zwart, aan de andere kant ook weer niet. Maar ik denk dat ik wel gewoon voor een zwarte broek ga. Ik heb er trouwens ook zoveel. Oeh, alles valt mijn kast uit. Dat is niet de bedoeling. Ik heb trouwens zoveel zwarte broek en zo liggen dat ik denk van ja. Ik kan er wel weer eens een keer eentje aan doen. Ik weet niet wat hier uit de kast valt. Oh, een zwarte broek. Nou, top. Want ik had eerst zo'n blauw-wit gevlekte broek. Maar ik denk, nee. Toch maar gewoon zwart. Voor het werk vind ik het zwart toch altijd wel vaak gewoon het fijnste. Omdat ik dan weet dat als er iets opkomt, dat je het dan niet zo heel erg ziet. En als je iets ziet, valt het nog hartstikke mee op zwart. Dus dat. Ik ga trouwens lekker, mijn dopje heb ik aan. Maar ik ga ook lekker mijn Looney Tunes broekje aandoen. Hoe leuk is dat setje zo meteen? Ik ben echt benieuwd. Ik ga hem zo meteen lekker gezamenlijk aandoen. Die moet mee. Dat is mijn afstandsbediening. Lekker gefocust weer. Helemaal leuk. Ja, zijn we weer. Dus ja, ik ga lekker mijn korte broekje aan doen. En lekker een beetje chillen. Het is 9:30 al. Al. Valt mee. Maar ik ga dus lekker even mijn theezakje erin doen. En ja, gewoon lekker even een theetje drinken. Dit is trouwens de thee. Van Clippers. Dit is een Snore & Peace Herbal Tea, oftewel een slaapthee. Weet niet of het werkt, maar vaak slaap ik wel gewoon goed als ik het drink. Dus misschien werkt het, misschien niet, geen idee. Ik ga mijn ketting trouwens afdoen. Ik slaap tegenwoordig dus niet meer met kettingen om. Tenminste, ik wil wat minder met kettingen om gaan slapen. Dat ik het gewoon zonde vind als ze stuk gaan. Dus ik ga hem gewoon hier neerleggen. En ja, gewoon lekker mijn korte broek aan doen. En even heerlijk op mijn gemakje tv kijken. Misschien een serie of zo. Of ook moet nog een nieuwe aflevering van H3L kijken. Dus dat ga ik nu eventjes lekker doen. Goed, de thee is op. En ik ben te moe om ook dit nog van mijn gezicht af te halen. En mijn oogschaduw wat meer aan make-up heb ik niet op. Dus ik weet het. Lekker zitten. Boeit me even niet. Ik ga slapen. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlogtober. Het is heel gek om in één keer te bedenken van, oh, dat moest ik nog doen. En vandaag in één keer alles voorbereid. Jullie hebben vandaag ook de vlogtober of de herfst intro gezien. Ik heb ook de kerstvlogmas intro al klaar. Dit is zo tof. Ik kan niet wachten tot dat weer gaat beginnen. Maar ja, eerst even de herfst jongens. Ik zou zeggen, ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Heel gek. Maar ergens ook wel heel erg leuk. Dus tot morgen en slaap lekker.